Nou, dus schiet op. Accu is leeg. Annikus. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal Annikus. Mijn naam is Aniek en vandaag is het de eerste nieuwe video in het nieuwe jaar. En het is natuurlijk al maart, dus het is niet januari het begin van het nieuwe jaar. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat 23 maart 2019 was ik precies 1 jaar op YouTube. Nou, dat heb ik toen gevierd, lekker gebakkie gegeten en alles erop en eraan. Die staat dus online, dat is de vorige video. Maar ik dacht, omdat dit de nieuwste video weer is voor het nieuwe jaar, wil ik ook weer wat speciaals doen. En wat doe ik? Ik ga mijn hele huis vernieuwen. Ja, ja. Eindelijk gaat dit lelijke roze kleurtje eraf. Het is oud roze. Ik heb het toen te vlug op de muren gesmeerd, omdat ik toen heel snel van alles moest uitzoeken. En ik heb er gigantisch veel spijt van. Ik woon hier ondertussen alweer een behoorlijke tijd, een aantal jaren. En ik dacht van jongens, het wordt tijd voor wat anders. Ik dacht, kan niet beter. Nieuw jaar voor YouTube, nieuw jaar voor mijn huis. Dus wat gaat er nou gebeuren? Zoals jullie misschien al wel kunnen zien, achter mij heb ik al behoorlijk de boel verschoven. Mijn bank stond eerst daar in de hoek, die heb ik daar neergezet. Tafel stond dus waar de bank stond. En ik heb dit in de hoek neergezet, even tijdelijk. Om te kijken van hoe ik het, de nieuwe indeling ga doen. Het behang achter mij gaat gelukkig ook af. Ik vind het verschrikkelijk. Ik hou daar niet zo van. Ik heb het toen ook weer veel te vlug uitgekozen. Ik snap ook niet waarom ik dit gekozen heb. Waarschijnlijk omdat mijn keuken die kleur had en dit behang er wel redelijk bij paste. Ik denk dat ik het daarom heb gedaan. Het is natuurlijk een aantal jaren geleden. Dus ja, je weet nooit wat je op dat moment dacht. Maar ik ga aan deze kant waarschijnlijk behang plakken. Dit wordt allemaal gesausd. En dan gaat de slaapkamer, waarschijnlijk hebben jullie dat nog nooit gezien. Dit wordt ook anders. Dit is echt een verschrikkelijk lelijk kleurtje. Ja, het is geen oranje, het is geen roze. Een beetje ertussenin. Zoals jullie kunnen zien is de muur daar ook helemaal gebarsten en lelijk. Dat wordt allemaal aangepakt. Mijn hele muren worden glad getrokken. Dit wordt dus allemaal een andere kleur. Ik weet nog niet precies wat ik hier doe qua behang en qua verf. Want ik wil nou alles één geel hebben. Ik krijg een patroonbehang. Even kijken. Daar zo, op deze muur. Naar de keuken. Dus ik vind het al wel mooi, aangezien mijn slaapkamer helaas beneden is. En ik de deur los laat staan, wil ik graag alles in één geheel hebben. Dus dit wordt allemaal aangepakt. Die lelijke witte kast, die wil ik nog eruit doen. De kledingrek gaat weg. Eigenlijk wordt alles helemaal totaal anders. Maar ik ga wel alles stap voor stap doen, want dat kost natuurlijk een ander veel geld. En ik ben een beetje skeer. Ja, dus dan moet je dat allemaal wat kalmer aan doen. En jullie zien het trouwens goed, ik heb geen bed. Ik heb er ooit eens een bed gekocht. En dat was toen niet goed gelast. Die is toen retour gegaan. Toen heb ik gezegd, waarom heb ik eigenlijk een bed? Ik vind het helemaal niet fijn. Want als ik heel eerlijk ben, slaap ik altijd op mijn slaapbank. Dit kun je uitklappen en dan ligt prima. Een paar dekentjes extra erop. Heerlijk. Maar ja goed, dat wordt dus allemaal een andere kleur. Dit wat donker en waarschijnlijk met bloemen en allemaal felle kleuren. En dan in de keuken heb ik het nu blauw. Of de kwaas, hoe je het wel wil noemen. Dit wordt dus ook helemaal anders. Ik zit eraan te denken om hier een behangetje op te gooien. Dit wordt allemaal anders. Dit gaat weg. Eigenlijk wordt dit ook allemaal anders. Ik laat wel de rolgordijnen ervoor hangen. Dit wordt denk ik weer opnieuw geverfd op kruipotverf. Want het is ook heel lelijk geworden door de jaren heen. Dus het wordt allemaal wel een beetje anders. Zoals de bank blijft hetzelfde. Mijn kastjes blijven waarschijnlijk hetzelfde. Mijn gordijnen blijven hetzelfde. Bloempotten heb ik al vervangen laatst. Nou, en dan gaat alles stukje bij beetje helemaal veranderen. De hal is trouwens ook al een stukje veranderd. Ik heb dus de hal dezelfde kleur als mijn woonkamer. Dit is een keer eraf gegaan doordat mijn douche zeg maar daar zit. En ik moest toen douchen met de deur open omdat de afzuiging niet werkte. Is door de vocht dit eraf gegaan. Doordat ik een school wil maken is het niet goed gegaan. Maar ja, dat maakt nu toch niet uit, want ik ga alles opnieuw schilderen en sausen en noem maar op. Dus dit wordt ook anders. Ik weet nog niet precies van hoe en wat. Ik moet even bekijken straks van wat lijkt het beste. Ik denk dat ik moet wachten tot het echte behang in de woonkamer eraan zit. Zodat ik alles erop af kan spelen. Dit heb ik al, heb ik een schoenenrekje gemaakt. Zoals je kunt zien heb ik die planken al verwijderd. Dat gaat er allemaal af. Want ik ga hier in deze kast
hing altijd mijn jas en alles. Hier ga ik allemaal planken in maken voor mijn schoenen, zodat je straks deze rommel niet meer ziet. Dit gaat er ook af en ik wil eigenlijk kijken of ik zoiets kan krijgen en dan over de hele deur. Zodat ik allemaal foto's daar kan hangen van alles en nog wat. Want misschien weten jullie het nog niet, ik fotografeer ook. Ik heb een website, Fotodesign. En daar staat onderaan deze op, lieve kleine Trusie. Mochten jullie dit een leuke video vinden, doe dan vast de duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Klik ook even op het belletje, zodat jullie op de hoogte gehouden worden van de nieuwste vlog. A few moments later. Ik heb even een boormachine opgehaald. Ik heb die even geleend van iemand. Want ik heb hier houtjes laten zagen. Die zijn nu mooi recht. En die komen hieraan. Dat is de bedoeling, dat ik die hier aan ga maken. Ik heb nou deze houtjes, dat was tijdelijk. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Ik zal het jullie laten zien. Dit heb ik dus zelf ooit eens gemaakt. Kijk, ik heb hier van die dingetjes opgemaakt. Maar dit is de reden waarom. Dit kan ik eraf halen allemaal. Kijk, er zitten dus spijkers zitten er allemaal in. Of spijkers zeg ik, schroeven zitten erin. Ik had geen kleinere schroefjes en het moest goed vastgeboord worden, aangezien dit dingetje eronder zit, wat het vasthoudt. Dus vandaar dat ik van die houtjes erop had gemaakt, zodat je er niet je zeer aan kunt doen en het lijkt dan iets beter. Maar ik heb dus nu nieuwe houten plankjes die wat dikker zijn. Het lijkt dan veel beter, die ga ik er nu aanmaken. Nou, dus schiet op. Accu is leeg. De andere was ook niet al te vol. Dus ik pak even een schroevendraaier erbij. Ben ik zo bij jullie terug. Nou, dan gaan we verder met de schroevendraaier. Ik heb al een beginnetje gemaakt. Dus dan kunnen we hem er ook zo uithalen. Ik zie al wel dat ik deze er niet rechtop heb gedaan. Ik heb ondertussen de plankjes eraf en de beugels of hoe je het noemt. Die moeten hier dus weer op. Dat hoef ik niet meer voor te boren, dat heb ik toen al eens gedaan. Dan moet ik even uitzoeken van welke het beste erop was, want ik heb verschillende vormen. Dus ik moet eventjes de andere ook loshalen. Ik heb nog drie andere van deze. Even allemaal loshalen en een passende meter wat het beste lijkt. Dan kan ik ze eraan vastmaken. Ik heb nu ondertussen alle schroeven los. Dit is het nu. Ik heb ze alvast los erop gelegd om te kijken van wat nou overal bij past. Ik moet ze nog even vastboren en als ze vast zijn, dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Nou mensen, het is ondertussen wat donker. Ik heb de lamp al aangedaan. Ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen zien. Ik heb de plankjes af. Dit is het uiteindelijk geworden. Ik ga ze even ophangen. Nou, ik kan jullie wel vertellen dat dit stukken beter lijkt. Ik heb hier eentje hangen. Die heb ik dan met die schroefjes hieronder gemaakt. En de andere drie heb ik in de woonkamer hangen. Het hangt nu nog boven een bank. Het hangt heel ongelukkig allemaal nu. Kijk, dit is het nu. En als je hier zit, dan stoot je hoofd. Maar het is dus dat dit allemaal vlak getrokken wordt. Hier komt dus wat gesausd en wordt allemaal anders neergehangen. Dus dan heb je er geen last van en dan is het allemaal prima. Behang heb ik vandaag besteld, daar moet ik een tijd op wachten, maar ik moet eerst alles sausen en schilderen en al dat soort dingen. De muren worden eerst vlak getrokken en dan pas kan het echt helemaal afgemaakt worden. Ik hou jullie allemaal op de hoogte in de vlog. Doe allemaal even de duim omhoog, abonneer als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Joejoe, bedankt voor het kijken!